vind eigenlijk alles leuk aan het golfspelletje. Ik vind het heerlijk dat ik af en toe mezelf lekker kan gaan met mijn driver. Maar ik vind het ook, flopshots is eigenlijk het wat ik van kleins af aan al doe. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ook vooral het short game. Ik sla wel ver, maar het short game vind ik stiekem nog wel het leukst. Je speelt eigenlijk pas 2 jaar echt wedstrijden. Hè? Dan sta je volgende week al in het KLM Open. Ja, klopt. Het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan. En ik denk dat mijn lengte die helpt daar wel bij. Als ik hem echt goed raak, dan sla ik het verste dit jaar is 412 meter. Vorig jaar heb ik voor het laatste volledige sessie op de trackman gedaan. Mijn gemiddelde driver swing speed was 130 mijl per uur. Je hebt een paar bovenbenen als boomstammen. Dat helpt wel, hè, om die bal een eind weg te krijgen. Ja, dat helpt zeker. Vooral voor mijn balans is het wel lekker om die bovenbenen te hebben. De afgelopen 2 jaar was eigenlijk om te kijken, om ervaring op te doen in de golfwereld. En om echt te kijken of het wel iets voor mij zou zijn en of ik het wel echt iets zou vinden. En daar ben ik nu over uit. En ik wil echt 100% golven. Ik wil pro worden. Ik wil met de wereldtop mee. En de komende periode zal ik daar gewoon echt hard voor gaan trainen. Eigenlijk was golf wel de eerste sport waar ik ooit mee was begonnen. Dat deed ik al van kleins af aan. Dan ging ik wel eens met mijn vader mee naar de golfbaan. En op mijn 11e kreeg ik mijn eerste groepsgolflesje. Dus zo ben ik met golf begonnen en op een gegeven moment heb ik altijd gevoetbald en toen kreeg ik een brief van Utrecht op de deurmat. En ja, toen ben ik bij FC Utrecht gaan voetballen, 2 jaar in de D1 en in de C2. En daarna werd ik weggestuurd bij Utrecht, want ze vonden me niet goed genoeg. Nou ja, dat kan gebeuren in topsport. En toen ben ik gaan rugbyen en toen eigenlijk vrij snel kwam ik in de oranje selectie terecht. Dat heb ik ook 4 jaar gedaan. En toen kreeg ik een blessure aan mijn schouder. Die ging een paar keer in en uit de kom. En ik dacht van, daar kan je wel mee doorspelen, want het is rugby, een harde sport. Maar zelfs ik ga daaraan onderdoor en ik moest toen geopereerd worden. 10 maanden moeten revalideren. En toen stond ik 5 minuten in het veld en toen kreeg ik het voor elkaar om mijn voet te breken. Toen met mijn voet in het gips bleef ik wel gewoon rondjes golven. Toen ben ik van handicap 4 naar 0 gegaan. En toen ging het gips eraf. En dat was 2 jaar geleden. Nee, 2,5 jaar geleden. En toen ben ik volledig voor golf gegaan. En nu ben ik waar ik nu sta. Er wordt heel veel over jou gesproken. Hè? Krijg je dat een beetje mee door de andere Nederlandse pro's en amateurs? Nu wel. Sinds ik de Twente Cup heb gespeeld en nu ik dan ook het KLM mag spelen, merk ik wel echt dat ik meer aandacht krijg, om het zo maar eens te zeggen. En ja, dat is iets wat ook weer nieuw voor me is. Ik heb nog nooit zo in de picture gestaan. En het is allemaal heel leuk, alleen ik moet er wel goed mee om kunnen gaan. Hoe denk je dat het zal zijn, KLM Open spelen? Geen idee. Ja, geweldig natuurlijk. Ik bedoel, de hele sfeer eromheen. En ik weet ook zeker dat ik ervan ga genieten. Dus ik ga het zien, ik ga het meemaken en ik laat het om afkomen.